Maandag werd in een van de hallen van WTC Expo een speciale tent van Friese makelij opgezet. Een megadoom met een diameter van 20 meter en een hoogte van 9,5 meter. Er werd proefgedraaid met een volledig opblaasbare tent. Wietse van den Berg van de jonge Friese onderneming ProDome verhuurt de opblaastent, gemaakt door Terra Leisure Group uit Sumar. Ja, dit is de 20 meter dome. De laatste hand is afgelopen zaterdag gelegd. Dit is echt net op tijd voor aankomende donderdag. Dan hebben we de eerste officiële klus, zeg maar, bij de NHL. Stenden, het plein daartussenin. En dat is de eerste van vijf voor Friesland Unlimited. En vier keer wordt hier gebruikt voor Friestalent on Tour. Dan gaan we eerst dus donderdag hier in Leeuwarden. Daarna gaan we naar Akrum. Dan hebben we nog Lemmer. En dan gaan we weer terug naar Leeuwarden. En hebben als afsluiter hebben we nog de finale van de Friese Innovatiematch 25 oktober. November moet ik zeggen, sorry. In Heerenveen bij de Rabobank. Kennen we natuurlijk allemaal een tennishal, maar dit is totaal anders. Ja, dit is totaal anders inderdaad. Dit is, zoals je ziet, ja, misschien kun je het een beetje zien, is dubbelwandig. Dat betekent dus dat je buiten- en een binnenwand hebt en daar zit de lucht tussenin. En het bestaat uit allemaal compartimenten die worden volgeblazen, zeg maar, met lucht. Je zegt compartimenten, dus als er één lek gaat, dan blijft dat ding nog steeds staan. Ja, dan blijft hij nog wel even staan hoor. Ja, dat is allemaal berekend en dat is zo veilig als wat. Ja. Hoe kom je op het idee? Het zit min of meer een beetje in een familie. Theo Terra, dat is mijn neef. Die heeft Terra Leisure Group, zit in Sumar. En die maken allemaal van dit soort dingen. Zijn begonnen met springkussens. Maar die maken onder andere ook boardingen voor T-Half onder andere. En sinds een paar jaar ook dit soort tenten. En dit is dan de grootste en van dit nieuwe materiaal. Het is een stuk lichter dan het oude springkussenmateriaal, zeg maar. En dus dit is eigenlijk wel een beetje een primeur. Je kan hem in een goed kwartier opzetten. Ja, goed kwartier, zeggen we altijd 20 minuten ongeveer. En dan moet de ballast, we gebruiken of grondankers of betonblokken. En dan kan hij binnen een half uur, 20 minuten kan hij staan. Mensen kunnen erin deze. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk, omdat ik wel aan de grootte vastzit. Ik kan niet zeggen van nou, ik plak er 5 meter aan of ik haal er 5 meter af. Dus het is de inrichting, zeg maar, daar moet je een beetje mee spelen. Maar er kunnen sowieso zo'n 250 tot 300 man, die moeten er wel in kunnen. Dit moet een enorme markt zijn voor alle feesten en partijen. Ja, nou goed, dat hoop ik wel. Het gaat aardig goed inderdaad. En druk bezig met promoties natuurlijk. Dus we gaan zien waar het eindigt. Wietse vertelde het al, donderdag is de eerste inzet van de opblaastent van 20 meter diameter en met een hoogte van 9,5 meter. Dan staat een nieuwe dome op het terrein van Stende Hogeschool in Leeuwarden voor de eerste aflevering van Friesk Talent on Tour. Een van de evenementen van Friesland Unlimited. Friesk Talent on Tour is een serie van 4 bijzondere ontmoetingen waarbij Fries Talent centraal staat. Donderdag zijn de gasten Jelmer Boskma en Arjen Tuiten, 2 rasfriezen met bijzondere talenten. Jelmer Boskma is werkzaam als senior visual effect artist in de internationale film- en televisiewereld. Special make-up effects artist Arjen Tuiten wordt gezien als een van de grootste talenten binnen zijn vakgebied. Van Haskedieke naar Los Angeles en met succes! Bij Fries Talent zijn de hoofdrolspelers aanraakbaar. Aanmelden voor deze inspirerende middag kan via www.friesktalentontour.nl.